Middag, goedemiddag, of het is al middag. Mijn haar is zo. Het is niet omdat ik zo naar buiten ga, maar ik ga mijn haar krullen. Voor een lange tijd, eigenlijk voor het eerst sinds ik mijn haar heb geverfd. Dus ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. So, this is the before. And now let's curl my hair up and then look what the result will be. Ja, ik moet denk ik eventjes, maar ik ben net bezig, of ik weet niet of je het hoort via de camera, maar ik ben net klaar met mijn video te editen, het is nu aan het transcripten. Maar ik heb dus heel erg gemerkt dat ik Nederlands en Engels door elkaar spreek. En het is een gewoonte van mij geworden, maar ik merk toch dat het zeg maar heel verwarrend kan zijn als ik tussendoor Engels spreek. Want dan begrijp... Ja, ik begrijp het niet helemaal van... Spreek ze nou in het Engels of in het Nederlands? Dus ik heb moest leren om eigenlijk gewoon Nederlands vol te praten. Of vol Engels, maar niet door elkaar. Want dat zorgt ervoor dat ik niet echt misschien duidelijk ben in mijn woorden. En ja, dat is een struggle voor mij. Zoals jullie weten in mijn onzekerheid filmpje. Maar ja, laten we mijn haar krullen. En let's see how it looks. Welkom in mijn bathroom. Ik ga nu mijn haar krullen. Ik heb het zo nog niet meer gedaan. En kijk hoor. Waar moet ik beginnen? Zo. Een kerkoreel, kort daar boven. Sarang nore man hullo na wa. Nanning weer, taron ge na sarka. Een hangoemar kaji so to lore. Een ponyo kido jonyo doman de. Nima men, otterka, kok jong man. No, otten dan een searchy. I don't know. Otten maar een finish look. Ik ben er echt niet goed in, as you can see. I don't know. Het is te veel krul. Ik wil meer slag eigenlijk. Mijn zusje zou nu zeggen dan eigenlijk borstel het uit. Maar ik ben bang dat het maar zo wordt. Maar let me try it out. Het zijn ongeveer 20 minuten geduurd, denk ik. Oh my gosh, het poofy. Oh my gosh, I hate this. Maar ik moet de andere kant ook doen. Want anders ziet het er niet uit. Oh my gosh, it got worse. Hier was ik bang voor. Ik ga stuk. Oh, what should I do? Het is echt zo. Het is niet zo. Poof. Wat ik eigenlijk niet wil. Dit is niet de look waar ik voor ging. Help me. Somebody learn me how to curl my hair. Ew. I look old. What do you think? Nah. I don't feel it. Hoe moet ik dit doen? Ik moet mijn haar gewoon zo in een start. Ja. Whatever. Ik moet opschieten. Want ik ga nu naar Amsterdam. Ik ga met Elisa meeten. Geen planning nog eigenlijk. Dus ik ben benieuwd waar we heen gaan. Ik ga ook even van outfit denk ik change. I don't feel it. I don't feel this combination. So, let's go. I don't like it. Oké, ik heb mijn outfit veranderd naar een wit shirt. Maar ik weet niet wat ik van de broek vind. Ik denk dat ik toch voor een blauwe broek ga. I change the pants. And I think I'm going with these blue pants.
Maar ja, er zit wel echt een heel groot gat in mijn broek. Like, ga ik voor die look? Normaal gesproken is het niet zo heftig. Wat happens? Zo. Wow, het is echt een grote scheur geworden. Ik ga stuk. Is het altijd zo geweest? Wat zou ik doen? En ik ga deze jas aandoen. Even kijken of dat misschien de broek minder heftig maakt. Not really. I don't like the grote gat. Het is echt huge. Ja, nee, dit wordt het niet. Ik heb mijn broek weer veranderd. Ik denk dat dit hem wordt. Excuse my messy room. Maar dit is de outfit. Lekker casual. Ik voel me nu wel een beetje een bouwvakker eigenlijk. Ik ga stuk. Wacht even goed kijken. Hoe kan ik het minder bouwvakkerig? Ugh, whatever. Ik ga gewoon met dit. Klaar. Niet meer veranderen. Want ja, nee. Welke tas zou ik dragen? Canvas tas? Of deze? I think I'm going with... I don't know. I don't feel it. Nope. Canvas tas. Ik denk dat het een canvas tas wordt. Ja, helemaal casual look. Oké. Ik ga mijn kamer opruimen. De afspraak is verschoven. Dus mijn kamer is een troep. Dus laten we dat gaan doen. En daarna ga ik loesoe. Oké, laten we hier beginnen. Ik ben ondertussen Love is Blind aan het kijken. Very interesting. Zo, dat ga ik ernaast zetten. En dan gaan we dit even opruimen. Want dit is mijn kast waar ik eigenlijk altijd mijn kleren zet. En eigenlijk ook mijn bed. Maar opgevouwen spullen ligt meestal hier. So let's clean this side up. I can make a thousand songs for your baby. Just looking at your face, no, no, got me dway all day, always. No, no, Lord, I can manduro, yes. No matter, just like the melodies that's in my head. 내 머릿속을 가득 채운 선율처럼. Oké, so my bad looks right now like this. En dan ga ik het eventjes opruimen. En verder kijken met Love is Blind. Spannend. Oké. After. Ja. Dus dit is de after. Ik dacht dat ik deze kant op doen. Maar ik moet over een paar minuten weg. Dus daar heb ik geen tijd voor. En ik heb nog de was die ik moet ophangen. So I'm going to do that later. Maar dat, die site is echt een mes. Ja. Maar deze kant ziet er nu good uit. Dus ik ga nu eventjes mijn was ophangen. En dan. You and I know I'm not. 둘이 함께 있으면 더 바랄 것이 없어.
Songs for your baby. Just looking at your face, no, night you got me dway all day, always. No, not loaded, I get minded up. Yes, no matter, just like the melodies that's in my head. 내 머릿속을 가득 채운 선율처럼. 그렇게 넌 존재하고 있어, inside of me, girl. You and I, 너와 나, 둘이 함께 있어. Ja, gisteren wisten we niet wat we wilden eten. We waren wel allebei sowieso mee eens dat we niet noedels, ramen wilden eten. We hadden ook niet echt zin in Aziatisch. En ik had niet echt zin in een steak. Dus toen kwam er op me uit dat we naar vis gingen eten. En toen kwam er op me uit dat we naar de seafood bar gingen. Toen we daarheen gingen, dus had Elisa al van, mijn vriendin die was hier laat in de zomer en die had hele erge voedselvergiftiging gekregen. En toen we klaar waren met eten, voelde we gewoon prima. We gingen rennen naar het treinstation om onze trein te halen. En toen opeens, toen ik op het spoor zat, had ik echt kapot erge buikpijn. Ik weet niet of het komt omdat ik zeg maar hard heb gerend. Mijn pleins hard gerend heb en mijn broek kapot strak zat. Of het door het eten kwam. Want ik vond het al raar dat eten echt heel snel geserveerd werd. Het lijkt letterlijk, ik was even naar het toilet gegaan en toen eten besteld. Oh my goodness. Ze had eten besteld en toen ik terug was, zeg maar, van het toilet, toen stond het eten op tafel. Toen ging zij weg en toen zat eten op tafel. En ik dacht, wat? Dat is zo snel. Dat vond ik al heel raar. Dus binnen een paar minuten dat eten op tafel zat. Maar ja, we hadden ook ravioli en fingerfood, frituurs, seafood. I don't know. Ik weet niet of het zeg maar door de voedselvergifte komt of de andere dingen.
Maar let me know if you have some experience with the seafood bar. En ik had mijn haar geknot gisteren. En toen ik gisteren thuis was, was het een beetje half al naar beneden gezakt. Want het regende. En nu ga ik sporten. En daarna moet ik koken. En daarna ga ik naar de kerk. En eigenlijk moet ik solliciteren. Elisa, als je dit ziet, ik heb niet gesolliciteerd vandaag. When I feel what I feel, sometimes it's hard to tell you so. You may not be the mood to learn what you're thinking of. Peter Wasser, how to got a
내가 먼저 발라글라게 선물을 사게 이 큰 속옷으로 향해 최고까지 yeah, 너의 money yeah, 감사드리지 널 낮았으니 날 yeah, 푹 빠졌지 Ooh baby, those are you baby It's what I need to so your body looking so tasty yeah. 한 번은 오지 말래 여긴 이리 다 환영해 너의 향이 숙하지 않은 이유 너도 너처럼 아름답네 너의 나라로 날 데려가줘 Baby 네 친구들 다 소개시켜줘 네 문화가 깨쳐줘 우리가 거기서 살았다 너 누가 뭐라 하면 우리 나라에 be 뭐든지 할 때 그녀는 나를 be Baby 알고 싶어 너의 여권 be 어떤 색깔인지 넌 어디서 왔니 너의 몸에 she's I like it baby it's alright so 그대와 나 Deze mensen. Niet normaal. Maar ik dacht, ik laat nog eventjes zien wat ik heb gehaald zondag. Ik weet niet of jullie het weten, maar volgens mij weet mijn vriend het heel goed. Als ik ga winkelen, dan moet ik echt zo lang nadenken voordat ik iets echt ga kopen. En ging eerst eens naar Zara. En toen zei Yuki van ja, er is een collaboration, samenwerking tussen Jo Malone en Zara. En ze wilde eigenlijk geurkaas halen, maar die waren overal uitverkocht. En toen zagen we ook dat er een parfumsectie was, sectie. En ja, ik heb dus parfum gehaald. Eigenlijk heb ik het wel nodig, want mijn parfums zijn op. Of, nou, niet parfums, maar één flesje was net op. Die van Zadig en Voltaire. Die vind ik echt heel nice. Maar nu heb ik dus een parfum gehaald. Ik zat heel lang te twijfelen. Ik was eerst met Yuki en toen gingen we naar een andere winkel. En toen kwamen we weer terug, want Rachel wilde ook ruiken. En uiteindelijk heb ik eentje gehaald. Dus deze. Elegant Tokyo. Ik vond twee geuren lekker. Dus deze en een rode. Eentje met Paris. Maar uiteindelijk heb ik toch deze gekozen. Want die andere was toch iets te zoet. De eerste keer valt wel mee toen ik rook. Maar toen zei Rachel van oh, het is wel echt heel zoet. En toen ja, dacht ik van dus uiteindelijk is het deze geworden. Echt heel cute. Ik denk dat het zo'n boek is. Eerst staat 22,95, maar de Nederlandse prijs is het 26 euro. Ik vind dat dit de Spaanse geur is. So cute. Let's unbox it. Oeh. So cute, dit kaartje. Er staat... Oh, dat is echt lekker. This collection takes its inspiration from our return to the pioneering spirit of travel and the discovery of the vibrancy of life again. Oh, this is so cute. And the packaging is also very cute. Dus dit is... Oh, I like the packaging. I don't know if you see it. Maar zo ziet het eruit.
Ja, hoe zou ik deze geur omschrijven? Het is een beetje oriental geur. Een witte bloesemgeur. Lekker. Oké, okay, I really like this one. So, UK heeft me overgehaald en Spray heeft me ook overgehaald om dit te halen. Dus, thanks guys. Dus dit was de eerste aankoop. En daarna tegenover was de Arcade. Ja, ik ging eerst met Yuki dus daarheen. En toen zag ik al de muts, had ik allemaal verschillende mutsen gepast. En nadat we naar deze parfum hebben gehaald, gingen we weer met weer terug naar Arcade om mutsen te kijken. Eigenlijk de mutsen te showen naar Rachel. En ja, I got a muts. Ik heb een kleur, deze kleur heb ik niet gehaald, nog niet thuis. Ik zat te twijfelen omdat het best wel een prijzig muts is, maar het is alpaca wol. So I bought it. Het is een beetje lavendelkleur, een beetje blauw paars, meer naar de paarse kant. En deze kleur had ik nog niet. Prijskaartje nog aan. So let's try it on. This is the color. Ja, yeah, I like it. Deze kleur heb ik nog niet. Hij lijkt misschien qua vorm een beetje op wat ik heb gehad. Let me show you. Ja, dus deze lijkt qua vorm een beetje op elkaar. Maar het is toch wel echt een andere kleur. En ja, dit is wel een kleur dat ik nog niet heb. Zo ja, dit zijn mijn aankopen. En ja, ik zat echt heel getwijfeld om dit te halen. Maar Yuki zei van ja, treat yourself girl. So I did treat myself with buying this hat. Beanie. Want ja, het is herfst. Dus it means beanie season. Oké, okay, ik wil nog graag iets met jullie delen over mijn de afgelopen tijd. Waar ik mee struggle. En dat is dat ik het imposter syndroom heb. Dat is niet gediagnosticeerd of zo, maar ik hoorde het een keer voorbij komen tijdens een podcast. En ik herkende me daar zelf eigenlijk heel erg in. Ik kan hier uren over praten, denk ik. Maar dit filmpje is al zo lang. Dus ik wil het even kort houden. Ja, wat ik heb is dus eigenlijk dat ik eigenlijk mijn diploma op zak heb en mijn werk gewoon goed doe, complimenten krijg, maar nog steeds twijfel over mijn eigen kwaliteiten. En ja, dat is gewoon vervelend, want het is eigenlijk helemaal niet nodig. En ik voel me daardoor ook niet echt lekker in mijn vel. Ja, gisteren sprak God weer zo erg tot mij en realiseerde me ook weer zo van ja, dat is gewoon echt niet nodig om te twijfelen. En ben ik weer eigenlijk, heb ik weer echt een goed beeld van wat God van mij verlangt en wat God belangrijk vindt, is eigenlijk het belangrijkste. En ja, dat wil ik graag met jullie delen. As a daughter of God, you can take comfort in the fact that He loves you more than you can imagine. He's known you since you were in the womb. He knows the number of hairs on your head. He knows the pattern of your fingerprints, the uniqueness of your personality, and every single thought you ever had. He knows every mistake you've made or even thought about making, and loves you completely anyway. Because of that knowledge, you can take a deep breath and relax. There's no need to be stressed out about not being good enough for Him. Because He loves you and wants you as you are, as you try to change and improve, remember that He's always got your back. If you're scared because you don't think you're measuring up, don't worry. None of us do. Ultimately, that's not what matters to your Heavenly Father. What matters most is your gradual improvement over time. Know that God didn't give you weakness by accident. Those weaknesses are the very things that lead you back to Him.
When you give yourself the grace to make mistakes and learn from them, you can be more sensitive to his promptings and better able to make changes as necessary. Every time you make a mistake, God will be there to help dust you off and get you back on your feet. Promise.